Ja, de tijd houdt geen schaft als jij het wel houdt, hè? Is het lekker, meisje? Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag en ook nog wel eens een keer 20 april of februari zeggen. Nee, april. 2:10 alweer. Ja, de tijd houdt geen schaft als jij het wel houdt, hè? Ja, maar het maakt niet uit. Nee, ik heb al andere dingen gedaan wat een ander niet aangaat, dus ja... Allemaal privé dingen even gedaan, boekhouding, noem maar op. En ik heb natuurlijk, zoals vorige week ook, ik denk dat ik er ook wel zo uitzie. Was in de hoofdpijn, maar dan kan de pret niet drukken. Ik heb een hoop te doen, maar ik heb er geen zin in. Ik ga zo direct lekker weer even een blokje om met mijn hondjes. En ik denk dat ik jullie mee, nou ja, jullie gaan sowieso al mee, maar ik vlog niet altijd, want ik kom er gewoon niet aan toe. Maar ik neem wel even meer, even de roedellijn mee, dus hele lange. Of ik hem ga gebruiken is vraag 2, want ik weet niet waar ik heen loop, hoe ik loop, weet ik niet, nee. Maar het komt allemaal wel goed. Rijken gaat ook natuurlijk mee, uiteraard. En of ik nog lopend eigenlijk ga of met de booster, dat weet ik niet. Nee, weet ik niet. Ik weet nog niet wat ik wil. Ik ga eerst sowieso wel even lopen, want ze moeten Pietje en ze moeten poepen. Ja. En of ik daarna thuis kom en dan de booster even pakken met de honden er nog lekker even op uittrek, ik weet het niet. Maar dat merken we dan wel weer. Ik wens jullie natuurlijk wel een helemaal welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en Weesterboel, ja. Hé, hey, Kandafi. Kandafi. Ja, jij moet ook eetje. Ja, jij moet ook eetje. Je was buiten, hè. Heel ochtend buiten geweest. De kletter geweest. Hé, en in de tuin gelegen. Je wou nog bruiner worden dan dat je al bent, hè. Nou, maar dat word je niet, nee. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, het is weer prachtig, hemelsmooi, prachtig mooi weer. Bij de poort is het 19 graden. En ja, ik heb altijd mijn vest aan als ik ben, sowieso aan het werk ben geweest. Ik had mijn telefoon er trouwens in, ja. Die heb ik nou net neergelegd, kun je nagaan. Dus ja, ik heb me gewoon aangehouden en ik heb mijn telefoon er niet uit gehad nog, nee. Maar dat maakt er allemaal niet uit. Ik ga gewoon lekker aan de gang aan deze kant en het komt allemaal wel weer goed, ik zou zeggen, tot later, we zien elkaar. Nou, eentje staat, dat is Rijka, eentje zit. Ik ga ze zo meteen even loskoppelen, eerst Elwing maar. Elwing, kom eens bij vrouwtje, kom eens voor. Ik zeg, kom eens voor. Doe maar. Wacht even. Oh, wacht even. Kom jij ook eens? Doe maar. Ga maar naar Elwing. Hier. Kom dan, ga maar naar Elwing. Waar ben je nou? Kom dan. Nou, die gaat dus niet. Waar is ze nou? Daar. Ik. Zoom even weer terug. Ja, zo hoort bij mij. Ik heb er nog één. Oh ja? Ja, die is daar. Die aan de andere kant. Daar.
Ja, die mag er graag in. Dat is ook een husky border collie. En dat is een terriertje. Wat ben je nou? Ja, ik ben ook een vlogster. Oh, wat leuk. Je kan me vinden op YouTube onder de naam Corina met IE. C-O-R-I-E-N-A. Ja. En de beestenboel. Thuis heb ik nog een kat. Gaan we straks eens even kijken. Ja. Dat is wel even abonneren en zeggen we van even een reactie onderlaten. Ja, precies. Oh, daar. Nou, fijne dag. Ja, dank je. Is het lekker, Elwin? Rijka hier. Rijka snoepie. Ja, hè? Rijka wil wel een snoepie, hè? Rijka wil wel een snoepie. Wat ben je nou? Daar. Rijka wil wel een snoepie, hoor. Ho. Hé, Rijka wil wel een snoepie. Ja. Vis te vangen. Is het lekker, meisje? Ja, wat gevonden, maar wat weet ik niet. Kom maar. Elwing. Kom, ga je mee? Er is daar iets, maar wat weet ik niet. Kom maar. Elwing, snoepie. Kom dan. Mijn snoepie. Oh. Nou, ik ben ingezoomd, lieve vriend. Ik zal weer terugzoomen. Nee. Karen die zei van vrolijk doen ze alles. Nee, vrolijk mee. Wat doet ze? Twee keer niks. Rijka wel, hè. Ja, die blijft bij vrouwtje. Oei, oei, oei. Kom maar. Oh, kan ik er nog bij? Ja. Dat lukt nog wel. Kom maar. Ga zitten. Ga eens mooi zitten. Hé! Hey, grote meid! Hé, hey, kind! Was het even lekker? Was het even lekker? Hier hoor. Ga je weer die kant op? Vrouwtje blijft even zitten hoor. Elwing. Nou, lieve vrienden. Ik zal ook die kant even oplopen. Ze blijft bij me hoor. Ze houdt me in de gaten. Hé, hey, kom dan. Dus, nou, ik zou zeggen, ik zal er weer even aanhaken, want ik wil hier weer even weg. Maar kijk eens wat een mooi op het water. Is dat mooi of is dat mooi? Dus ja. Zo is het. En niet anders. Ze zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En zoals jullie zien heb ik een ander blouseje aan met korte mouwen. Want, nou ja, je kon me opdweilen. Zo warm. Had ik dat geweten, had ik dat allemaal niet aangehad wat ik aan had. Ik dacht op een gegeven moment, leventje wat, ik ga naar de dijk en Elwing hebben de zee in. En dat hebben jullie nou kunnen zien, want ik heb daar even gevlogd.
Maar ik was dus lopend. En dat lukt hem nog niet hoor, om die helling te nemen met mijn rug. Ja. Dus ik ben blij dat ik weer thuis ben. Ik denk, ik heb ook even nog onderweg staan te praten met een hele lieve mevrouw die daar in de buurt woont. En hartstikke gezellig. Elwin die is lekker even het water in geweest. Ik heb weer even reclame gemaakt voor mezelf. En voor Karin dat komt vanzelf ook wel. Het ging allemaal zo een beetje snel, maar... Rijke liep ook los, maar die ging niet naar Elwin toe, want die moet niks van water hebben. Dus die was een beetje aan het rondstrunen en die was dol enthousiast dat er een paar mensen aandacht aan de gaven. Nou ja, ook goed. Elwin die is dus even in het water geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. Hartstikke leuk, wat ze had, ik weet het niet. Ik had ze ingezoomd, maar ik weet nog niet wat het was hoor. Nee. Maar dat komt goed, misschien dat ik het op de computer het wel kan zien. Ik weet het niet, maar het staat nou nog op mijn... mobiel, dus ja, en ik heb het even naar Karin gedeeld en even naar David gedeeld. David denk ik, wie is David nou weer? Nou, dat is mijn zoon, oftewel stiefzoon, maar het woordje stief strepen we door, bestaat voor ons niet, het is mijn zoon. Ja, punt. Het was de zoon van mijn mannetje en het is de zoon van mij, punt. Ja, dus daar heb ik het even naartoe gedeeld. Ik denk, vinden ze vast en zeker even leuk. Nou heb ik dus heel veel pijn aan mijn rug en een beetje hoofdpijn, dus ik heb even net twee pijnstillers ingenomen. Eentje waar ik al een dikke week vanaf ben gebleven, dat is de tramadol. Daar ben ik al een dikke week vanaf gebleven als het niet langer is. Dus ik heb een halve tramadol en een procent ingenomen. Ik denk, bekijk het maar. Ja. En ik heb mijn koffie erbij. Elwin Glass Hero. En mijn andere meisje is buiten. Die zag er al niet meer uit. Die was weer aan het zand trunnen. Hé, Rijka? Ja, gaat maar bij liggen hoor. Hé, het is ook mooi weer. Ja, echt mooi weer. Enkel de lucht is niet meer blauw. Zoals de eerste was dat we vertrokken. Nee, er zit een bewolking in. Ja, helemaal wolkjes. Ja. En ik vond het ook niet echt helder over zee. Want het leek net alsof de scheepvaart er boven zweefde. Boven het water. Want hier en daar zag je dus dat het golfjes waren. En dan weer een heel stuk vlakte. En daar zweefde ze dan boven als het ware. Zo'n leuk gezicht. Maar het was mooi hè. Ja, ook dat zeilschip was mooi. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook even doen. Ik ga even een spel bijwerken. Eén spel die doe ik niet meer, want alles was dood. Al mijn poppetjes waren dood. Dus ja, dan kan je het wel weer opnieuw doen, maar ik ken geen Engels. Had ik nou iemand bij me gehad, als ik dat spel deed niet wel kon, was geen probleem. Maar ik kan geen Engels, dus ja, en dit is Nederlands. Tenminste Nederlands, het zal ook wel Engels wezen, maar voor mij is het in het Nederlands. En voor de Nederlanders is dat allemaal Nederlands, dus ja, prachtig dat dat zo kan. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. Dat ga ik ook doen. Lekker van een bak koffie. En mijn diertjes om mij heen. Gandalf, die is boven. Die ligt op bed te slapen. Ik heb een ei over zijn kop gegeven. En die keek me aan van, blijf van me af. Nou, oké. Doei. Dus ja. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Oh ja, nog één ding. Ik ga straks tussen 5 en 6. Moet ik de booster weg. Dus... ja, dat is bijna, tenminste bijna, over een klein uurtje ben ik dus even weg naar de Vomer. En tot de koet te koe halen. Dus die gaan we samen weer uitpakken. Dus ze zeggen, tot dan. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis van de Vomer. Ik heb zelf wat boodschapjes gedaan, niet veel hoor. Brood, vleeswaren, kaas, een paar potjes groenten en koffie. Ja.
De rest komt maar, want ik moet ook kattenbakgrit hebben, noem maar op, van dat soort dingen. Nou, dat is mij, was me nou te zwaar. En dan haal ik morgen wel, dan kan donderdag mijn begeleidster dat weer naar boven brengen, want dat is mij te zwaar om 10 kilo naar boven toe te sjouwen. Ja. En het zijn er meerdere zakken. Dus dat wordt, ik denk wel een stuk of 2 à 3 zakken dat ik haal morgen. Maar oké, ik heb ook de tas te goed te go. Ja. Dus die gaan we even uitpakken. Ik heb eentje half gezien, omdat die er bovenop lag. En dat is een zak met jonge bladsla. Nou, dat kun je tegenwoordig ook lekker smoren. Hoef je niet als sla klaar te maken, maar gewoon bak maar met je vlees mee en klaar. Ja. Een pakje. Een pakje. We doen er nog mee, zoals en uit. Ik weet niet of ik het verkoop heb. Ik draai wel. Wat het is, weet ik niet. Oh, taugé. Ja, maar dat is lekker. Ja, dat is taugé. Zie je dat? Taugé. Oei, oei, oei. 89 cent. Ja, dat is niet zo duur. De bladsla, 1,79. Ja, gaan we weer naar de volgende. Weer een bak. Een bak, een bak. Valt niet. Nou, gaan jullie weer even kijken. Ik heb mijn ogen dicht. Ik denk dat het weer een of andere maaltijdsalade is of zoiets dergelijks. Ja, dus. Oh, maar dat is ook lekker. Maaltijdsalade is... Hoe spreek je dat uit? C-A-E-S-A-R. Caesar kip. Nou ja, lekker in ieder geval. Yummy, yummy. Is dat lekker? Ja, dat zit ik hier even neer. Dan gaan we naar de volgende. Dat is ook een bakje. Wat het is, weet ik ook niet. Ik doe mijn ogen wel weer dicht. Oh, vleesje. Maar dat is ook lekker. Een wienerschnitzel. Yummy. Wat ben je aan het doen, meisje? Gaan we weer. Ik voel nou een zakje. Nou, ogen weer dicht. Ik denk krieltjes of zoiets. Oranje, geel, leek even. Lekker. Zeg ik toch, krieltjes. Je voelt het op een gegeven moment, hè? Ja. Voorgekookte gekruide aardappelen. Je kunt ook nog eens een keer koken, maar dat vind ik zonde van die kruiden. Ja. Mijn ringen die glijden al soort van mijn handen af. Gaan we weer. Weer een bakje. Ik moet even die tas beter neerzetten, denk ik. Oh nee, valt mee. Weer ogen dicht. Oeh, dat valt ook. Ik denk ook dan vlees, omdat het valt. Ja, dat zeg ik. Krokant. Gehakt schnitzel, maar die is ook lekker. Hoe komen we in het vlees weer te zitten? Ja! Nou, ogen weer dicht. Dit is nog klaar ook, want het is leven, maar het is klaar. Het is koud. Behoorlijk koud. Oeh. Ook aardappelen. Oh ja, ik vergeet de hele prijzen. Wacht even hoor, die sla dat was 1,79. Die taugé is 89 cent. Die krieltjes is ook 89 cent. Vlees 2,49. Andere vlees 1,97. Die salade... €4,15. Nou, ik betaal €4,99, dus zeg maar €5 betaal ik. Ja? Nou, reken maar mee. Ja? Deze aardappelen kosten €1,29. Blijf liggen. Doe ik mijn ogen weer dicht. Deze weet ik niet.
Oh, gehakt. Lekker. 2,99. Nog een bak. En dat is geloof ik de laatste, want daarna voel ik niks meer. Nou, oog is dicht. Dat is ook weer vlees. Want het valt. Ja dus. Weer een krokante gehakt schnitzel van 2,49. Je haalt het er net gemak eruit, hè? Ja. Ik ga mijn rekenmachine pakken. Het tasje is leeg. Ik ga toch mijn rekenmachine eens even pakken. Ik betaal 4,99 voor zo'n tas. Dus zeg maar 5 euro. Nou, we beginnen hier gewoon op de eettafel. Of zal ik met de grote prijzen beginnen? Nou, wat maakt het uit? Ik moet hem eerst aandoen. Dan is het 0 punt. Bij de 89 plus. Hup, die komt daar naartoe. De jonge bladsla is 1,79 plus. 89 cent. 0,89 cent plus. De aardappelen. 1,29. 1,29 plus. 2,49. Dat vlees. Dat is die krokante gehaktsnitzel. Plus 2,49, 2,49 plus nogmaals 2,49 plus de gehakt 2,99 plus 1,97 plus de salade, de duurste 4,15 is. Hè? Dat bestaat niet. Dat ding is gek. Ik heb zo'n raar getal te zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar. Heel raar. 13 euro. 992,991. Ik ga het op een andere manier doen. Ja, dit deugt niet. Dit deugt voor geen meter. 4,15. 4,15 plus. Dat ding dat deugt niet. Deugt nou al niet. Lijkt wel of die op iets anders staat dan dat die moet. Dat ding dat deugt niet. Uit. En weer aan. 4,15 plus. Nou blijft hij staan op dat bedrag. Ik heb andere cijfers te zien. Plus 1,97. Plus 2,99 plus 2,49 en nogmaals 2,49. Oh, dan gaan we weer naar de aardappelen toe. 1,29 plus, ja, het doet alweer raar. Dit bestaat niet. Wat is dat? Mooi. Ik wil het weten, hè? Dom is dat? Echt heel dom. Misschien dat ik wel verkeerd per ongeluk een verkeerde knop aandruk. 4,15.
4,15 plus 2, nee, nou doe ik het wel fout of on. Oh, wat ben ik een moeilijk persoon. 4,15. 4,15 plus 2,99 plus 14,09 euro. Tot nu al 14,09 plus, zei ik, 1,29 plus trieltjes 0,89 plus die had ik al gehad, de sla 1,79, 1,79 plus niet op z'n kop, ik kan het niet lezen, 89. 0,89 is 18,95 euro. En ik betaal 5 euro, zeg maar. 4,99 is 5 euro. Dus wat bespaar ik me? Nou, reken maar uit. Jullie mogen dat uitrekenen. Ik betaal 5 euro. En dit totaal was 18,95 als ik het had gekocht zo in de winkel. Ja, toppie. Helemaal geweldig. Ik ben er blij mee. Ja, nou gaan we het opruimen. Dus ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie. Het is nog steeds namiddag. Dus ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit. En als je een drankje erbij hebt, pruitjes. Oftewel proost. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik moet nog weer een vlog in elkaar zetten. Heb ik nog niet gedaan. Ik moet straks ook weer met mijn hondjes eruit, dus ik heb nog druk. Mijn eten is gelukkig klaar, want dat had ik gisteren klaargemaakt. Dat weten jullie, die hele lekkere volle pan met macaroni. Dus ja, daar ga ik straks weer van genieten. En ik zou zeggen, voor later op de avond, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, morgen, woensdag, dan is het de 21ste alweer. En dan gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!